Tja, daar zit je dan. Tom klapt zelf ook maar mee. Hij is de kersverse kinderburgemeester van Renkum. Want zij neemt afscheid. Ik ben heel erg blij dat ik het afgelopen jaar kinderburgemeester van de gemeente Renkum mocht zijn. Ik kijk met trots terug naar alle mooie avonturen die ik heb beleefd. En vanwege dat afscheid van Aline als de vorige kinderburgemeester staat de gemeente Renkum uitvoerig stil bij al haar wapenfeiten. Ik vind echt dat je een applaus verdient voor iedereen. Ik wil een aantal mensen dus ook bedanken, zoals mijn vrienden die hier zijn. En ik heb er zin in. Jij ook, Agnes? En dan misschien wel het belangrijkste. Tom, volgens mij is het nu tijd dat jij de ambtsketen krijgt van Aline. En zoals dat dan gaat bij zo'n wisseling van de macht, is er na afloop van al die officiële momenten natuurlijk ook een gesprek met de pers. En dat kan natuurlijk nergens beter dan op de werkkamer van de burgemeester zelf. Tom, gefeliciteerd. Jij bent de nieuwe kinderburgemeester van Renkum. Hoe voelt dat nou om zo'n burgemeestersketting om te hebben? Ja, het is wel mooi en ik ben ook heel blij. Ja? Ja. Waarom? Omdat het wel een eer is en het lijkt me heel leuk om met Agnes op pad te gaan en alles te doen. Ja, jij mag Agnes zeggen. Agnes. Ja, ja mooi. Wat gaan jullie samen doen? Ik heb geen idee. Ik denk sowieso naar de Oekraïense vluchtelingen, denk ik wel. Wat heb je allemaal bereikt? Wat heb je allemaal gedaan de laatste tijd? Ik heb de pumptrek in Renkum geopend. De kinderen- en jongerenlintjes voor de tweede keer uitgereikt. Ik heb mijn eigen talentenmarkt georganiseerd die binnenkort nog komt. Ik heb een nieuwjaarsontmoeting samen met de burgemeester een hele film van gemaakt. En ik ben met allemaal wethouders meegegaan naar de kunstroute. Kinderkunstroute. Bij de kinder- en jongerenlintjes ging ik aan drie jonge kinderhelden een lintje uitreiken omdat zij iets heel bijzonders hebben gedaan in de gemeente. Dan? Wat hadden ze gedaan dan? Een klasgenootje van mij, die kreeg er één, die is mantelzorger voor zijn vader al heel lang. En die is 13 jaar op dit moment. En twee andere meisjes die hielpen een oude vrouw op straat en ze gevallen was. Wat vind jij belangrijk? Wat moet er veranderen in de gemeente en waar moet meer aandacht voor zijn? Dat mensen meer zichzelf willen en durven zijn. En dat ze over straat durven te lopen en niet denken, ik zie er anders uit dan de meesten. Dus ik word waarschijnlijk weer uitgescholden. Ja, want dan gebeurt dat? Ja. Ja? Ja. En wat ga je daartegen doen? Hoe kun je dat veranderen? Laten zien dat iedereen gelijk is. En over praten moet je vooral doen. Hoe kijk je erop terug? Als een heel mooi en leerzaam jaar. Ik heb er heel erg van genoten. Ik wil heel graag dat ook de mensen met een beperking meer speeltuin of zo krijgen. Dat ze ook iets te doen hebben dan in plaats van alleen binnen zitten. Je moet soms een speech houden bij een herdenking. Je moet heel veel handen schudden van mensen. En je moet goed op de foto staan. Ja. Nou, ik denk omdat ik met iedereen wel kan praten hoe ze eruit zien of zo, want dat maakt niets uit. Als ze beperkingen hebben, oud of jong, dat maakt niks uit. Je hebt ook een talentenmarkt ontwikkeld. Waarom had je dat gedaan? Omdat ik het belangrijk vind dat kinderen niet aan zichzelf twijfelen over waar ze goed in zijn en daar onzeker van worden. Maar dat ze gewoon vertrouwen in zichzelf hebben. En daar denk ik dat talenten bij kunnen helpen. Ja, want waarom had je dat bedacht? Omdat ik vroeger zelf heel onzeker was en me afvroeg waar ik goed in was. En daar kreeg ik toen hulp voor en ik wil ook andere kinderen ermee helpen. En? Ja, ik ben heel blij en ik ben ook trots op mezelf dat ik het ben geworden. Gaat hij het goed doen, denk je, of vrees je ervoor? Ik denk dat het wel goed komt. Ja. Ik krijg er volste vertrouwen in. Ga je het goed doen, denk je? Ik hoop het wel en ik denk het ook wel. Je laatste wapenfeit moet nog gebeuren. Hoe zit dat? Wanneer en wat en waar en hoe? Op 9 juli in het Dolgeweert College is talentenmarkt met 5 activiteiten voor groep 3 tot en met groep 8. Oké. Allemaal komen? Ja. Okay.